ben Reisa Goossens, inwoner van Vathorst en onderneemster. Mijn onderneming heet House of Happiness en richt zich vooral op persoonlijke ontwikkeling. Het is heel breed, want we richten ons op heel veel verschillende projecten. Coachingprojecten, maar ook jongerenprojecten en werken ook met kinderen. Ja, ik had op Curaçao een dansschool, oppasservice, ik deed kinderfeestjes, et cetera. Dus ik gaf al vrij veel les overal op het eiland, laat ik het zo zeggen. Ik heb me altijd al bezig gehouden met mindfulness en jezelf ontwikkelen, goed voelen, lekker in je vel zitten, et cetera. En toen ik daar een les had gegeven, dus was ingevallen voor iemand, kinderen reageerden daar zo goed op en het was zo bijzonder en zo mooi dat ik dacht, dit moet ik doorpakken. Ik hou ontzettend veel van reizen. Dus het moment dat ik alleen mocht en kon reizen, was ik dan ook gelijk weg. Mijn eerste project was in Afrika, Ghana. Daar ben ik op eigen houtje heen gegaan. Daar heb ik scholen ingericht, geholpen met uitdelen van materialen wat ze nodig hadden, zoals schriftjes, pennen, zeepjes, etc. En activiteiten gedaan met de kinderen. Canarische eilanden. Heb ik half jaar kids club gedaan. En hotel entertainment. En aqualessen ook. Creta, Griekenland, Turkije, Bahama's, Amerika, New York, Miami. En heb je daar allemaal dat werk uitgevoerd? Dat rondreizen was niet per se dat werk uitvoeren. Dat was gewoon de wereld een ervaring opdoen, zeg maar. Ik denk dat je van reizen heel veel leert, sowieso van de verschillende culturen, maar je wordt ook meer open-minded over en je ziet wat er speelt in de wereld. En dat je eigenlijk heel dankbaar kan zijn voor wat we allemaal hier in Nederland hebben, want dat is in andere landen helemaal niet vanzelfsprekend. In Afrika dacht ik dat ik daar naartoe ging om de kinderen te helpen, et cetera, in de scholen. En ik was daar, maar hun gingen voor mij bidden en ze waren eigenlijk heel blij, heel gelukkig, heel enthousiast. En dat had me wel heel erg geraakt van, ze hebben zo weinig, maar hun weten niet beter, maar ze zijn gewoon wel gelukkig met wat ze hebben. Happy Kids is een combinatie van mindfulness, sociale vaardigheden, verschillende technieken, want iedereen is anders, ieder mens, ieder kind is anders. En we krijgen allemaal te maken met tegenslagen, daar geen twijfel aan mogelijk. Maar het gaat erom hoe je daarmee omgaat. En dat is heel erg belangrijk, omdat we allemaal verschillend ten eerste reageren op verschillende situaties. En ten tweede ook verschillende manieren zijn om daarmee te leren omgaan. Ik heb ook een jongerenplatform, Jong Amersfoort. Samen met jongerenvereniging SOWAT draaien we dat. Wat ik al aangaf, de mogelijkheden hier in Amersfoort en of Nederland zijn echt eindeloos. Maar soms kan je op het internet door de boom het bos niet meer zien, omdat er zoveel informatie is. En er was nog geen plek waar alle informatie voor jongeren heel overzichtelijk bekeken kon worden. Het is voor jongeren door jongeren. Ik begeleid de jongeren daarin. Dus de jongeren bepalen echt wat er op het platform komt. En ze helpen ook mee en denken mee en doen mee. Dus dat is echt heel gaaf, echt heel leuk. Nou, volgens mij ben je hartstikke druk. Ja, heel druk. Ja, echt heel druk. Soms kom ik wel voor mijn gevoel tijd tekort. Ja. Nou, we wensen je heel veel succes. Nou, hartstikke bedankt. En we blijven je in de gaten houden. Nou, tof. Dankjewel. Dankjewel.